Hi, ik ben William Voet, 54 jaar, woonend in Schiedam, werkzaam bij FC Den Bosch als trainercoach. Mag ik met jou op de foto? Natuurlijk! Ja, heb je een goed team? Een heel goed team. Ja? Dat schijnt mijn wapen. Ik kom uit de jeugdhulpverlening. Ik heb daar gewerkt met jongeren in de leeftijd van 14 tot 18 jaar met meervoudige gedragsproblemen. Gefeliciteerd met de overwinning, magister. Dankjewel. Sport was een middel en het doel was gedrag beïnvloeden, CQ verandering, om mensen weer terug te brengen naar de maatschappij. En daarna ben ik in het betaald voetbal terechtgekomen en daar ben ik vanaf 1999 werkzaam. Mijn ouders waren heel actief in het verenigingsleven. Maar ook uiteraard natuurlijk in de politiek, mijn vader. Maar mijn moeder was jarenlang in het bejaardenhuis werkzaam geweest. Ja, we doen mee voor het winnen en we willen gewoon die prijs pakken. Dus, zo is die beker. Ja. Ik vind dat in Nederland iedereen recht heeft om te kunnen gaan sporten. Er moeten kansen zijn voor elk kind, elk mens, op elk niveau, in elke stad, in elke omgeving, om te kunnen sporten. Vaak zien mensen het voetbal alleen winnen en verliezen. Maar er zijn zoveel bijaspecten waarin sport voor elk mens een geweldige bijdrage zou kunnen leveren. Ik denk dat ik uitstekend in staat ben om het verhaal van mensen goed te verwoorden en daar neer te leggen waar het hoort. Dat het niet een boodschap is van mij, maar een boodschap is van de mensen. Van de mensen die ik vertegenwoordig, van de mensen waar ik elke dag mee werk, van de supporters die ik elke dag spreek. Die boodschap die wil ik graag goed in Den Haag laten neerdalen.